In dit filmpje over een duurzaam Erasmus MC gaan we het hebben over onze bereikbaarheid. Want het Erasmus MC staat midden in Rotterdam. Dat vinden we heel fijn. Het is een prachtige plek. Maar het stelt ook wel eisen aan duurzaam bereikbaar zijn. Nou is er gelukkig een fantastische OV-verbinding. Ik zit zelf ook heel graag in de metro. Maar we stimuleren medewerkers natuurlijk ook graag om te gaan fietsen. Want dat is ook nog eens gezond. Gelukkig komt maar 7-8% van onze medewerkers met de auto. Dus daar hebben we gelukkig minder zorgen over. Maar dat fietsen willen we nog verder stimuleren. En daar praat ik over met Danielle van Randwijk. Danielle, je hebt een prachtige functienaam. Want jij bent adviseur, bereikbaarheid en toegang. Klopt. Ja. En die bereikbaarheid is wel een punt, hè, wat ik net al noemde. Ja, klopt inderdaad wat je zegt, Joke. Bereikbaarheid in richting het Rotterdamse. Ja. Voor medewerkers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer of auto of met de fiets deze kant willen komen. Ja, die lopen toch wel tegen een aantal pijnpuntjes aan. Ja. Om hier op tijd op het werk te zijn. Ja, want we hebben natuurlijk diensten, 's avonds, 's nachts. We moeten ook altijd goed bereikbaar zijn en dan ook graag veilig. Ja. Nou staan wij hier in een hele grote fietsenstalling. Klopt. Dat is één van de fietsenstallingen die we hebben. Hoeveel plekken hebben we ongeveer? We hebben binnen het Erasmus MC 4 fietsenstallingen. Met ongeveer 4200 plaatsen om de fietsen te stallen. Dus dat is niet gering. Nee. En buiten zeg maar ook een aantal plaatsen voor patiënten en bezoekers. Maar in Palmdag zijn het vooral de stallingen voor medewerkers en studenten. Ja, en deze is extra mooi en bijzonder. Want ja. Ik heb begrepen, we hebben hier omkleedruimte? Nee? Nou, we hebben hier zeg maar bijna duizend stallingsplaatsen met een bovenrek en een onderrek inderdaad. Ja. Dat hebben we niet in iedere fietsenstalling. Ja. Maar wat hier gemakkelijk is, degenen die hier werken, of tenminste kort bij de stalling werkzaam zijn, die kunnen via binnendoorruimte richting garderobe ook gelijk gebruik maken van de douche. Ja. Met handdoekvoorziening. En die kunnen op die manier... Met een handdoekvoorziening? Hebben we dat ook? Ja, we hebben ook een handdoek tegenwoordig als extra faciliteit. En die kunnen zo op die manier eigenlijk de kortste route pakken richting hun werkplek. Ja, want dan moet je nog je witte kleding ophalen. Ja. De weg van de fietsenstalling naar de witte kleding, kom je een doucheruimte tegen. Klopt. We hebben ook droogkasten tegenwoordig. Ja, dat zijn we gestart met een pilot. Nu nog alleen in de herengarderobe, maar we hebben daar een tweetal droogkasten staan sinds een aantal weken. Die zijn in bedrijf inmiddels. Die worden ook getest door onze mannelijke fietsambassadeurs. Nee, maar de droogkast voor de vrouwen. Waar is de droogkast voor de vrouwen? Ja, die komt nog. Die komt. Okay, als we budget krijgen ervoor, dan gaan we zeker, als de pilot geslaagd is, zeker ook richting de damesgarderobe. Absoluut. Want ook daar hebben we veel dames die dagelijks op de fiets komen. Ja, dus je natte regenpak of je komt bezweet aan. Je kan douchen, maar je kan je natte kleding ook Klopt. Ophangen. Klopt. Die hangen dus in die droogkast. En nou, na super. Een x-aantal tijd, terwijl je aan het werk bent, droog je kleding en je kunt s'avonds weer in een droge pak op de fiets stappen. Nou ben huis. Ik ook heel blij, want ik vroeg je net naar de fietsenmaker. Ja. Ik ken hem alsnog van jaren geleden. We hadden altijd een vaste fietsenmaker. Klopt. Nou, die kon helaas niet meer, maar je hebt weer een nieuwe gevonden. Ja, dus iedereen wel. Die hier komt, kan ook zijn fiets naar de fietsenmaker brengen. Ja, een van de belangrijke randvoorwaarden, faciliteiten, waar we ook ons hart voor maken, is het hebben van een eigen fietsenmaker op bij de Augustusstraat. Ja. Ik sta zelf altijd aan de wc-dijk als ik met de fiets kom. Maar ik kan beter, veel beter hier gaan staan. Eigenlijk wel. In de GK-fietskelder hebben we nog meer ruimte dan op de wc-dijk. Want soms is dat nog wel eens een beetje een lastige de capaciteit. Nou is de volgende maar alles aan. We hebben capaciteit. Hij is niet altijd vol. He, dus we hebben ruimte om nog meer medewerkers te stimuleren met de fiets te komen. Absoluut. Er is zeker ruimte in bepaalde fietsenstallingen. Dus dat proberen we ook te doen. We hebben onlangs de Week van de Fietsen georganiseerd. Waarin we medewerkers ook proberen zeg maar, te verleiden om toch op de fiets te komen. Ja. Door te vertellen wat we hebben aan fietsregeling en aan voorzieningen. En hopelijk dat de capaciteit nog meer benut wordt als dat nu het geval is. Ja, en wat ik nog vergeet, we hebben ook laadpalen, hè? Als ja, je met je elektrische klopt. Fiets komt. Klopt. En de fietsenregeling die we hebben als werkgever voorziet ook in elektrische fietsen. Ja. Oké. Okay. Ja, hey, maar we hebben ook fietsambassadeurs, hè? Ja. En Ron is er daar eentje van, dus daar gaan we ook even mee praten. Ja, prima. Ik praat nu met Ron Buijs. Hij is niet alleen al 40 jaar werkzaam in het Erasmus MC, daarnaast ook datamanager binnen de reumatologie, maar jij bent ook een fietsambassadeur. Heel fijn dat je dat doet. Maar hoe doe je dat? Hoe verleid je onze collega's om op de fiets te komen? Ja, ik heb natuurlijk vanaf mijn 16 al een grote passie voor fietsen. En dat is omgezet van sporten naar woon-werkverkeer eigenlijk. En echt mensen aan het fietsen krijgen, dat is een beetje lastig. Maar ik probeer wel aan te geven van, als je op de fiets komt, je voelt je een stuk lekkerder. Je hebt een stuk sport met woon-werkverkeer. Ja. Het is goed voor het milieu, voor het Erasmus.
En we hebben goede voorzieningen de laatste jaren. Dus, en hoeveel fietszieltjes heb je al gewonnen? Dat kan ongeveer. Ja, echt. Mensen die door mij zijn gaan fietsen, dat kan ik eigenlijk niet zo goed aangeven. Ik denk een heleboel, Ron, want jij kan het altijd heel enthousiast vertellen. Ja, Danielle, ik vraag in deze vlogjes ook altijd naar een duurzame tip voor de Erasmus MC'ers. Ik heb zo'n vermoeden dat die van jou wel voor de hand ligt. Wat is jouw duurzame tip? Ik zou vooral zeggen, kom vooral op de fiets. Kom op de fiets. Ja, kom op de fiets. Het is duurzaam. Je werkt mee aan het mobiliteitsvraagstuk en je wordt er ook vitaal van. En het is gezellig. Het is ook nog gezellig. Ook heel belangrijk. Op deze kant op de fiets. Ja, zeker. Hey, hartstikke goed. Dank je wel voor al je inspanningen.